ga je dan maar gewoon zo liggen. Ik heb zijn stekeltjes eruit getrokken. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag de 26 mei. Het is 7:30. Ik ben ondertussen een 7:30 wakker omdat ik twijfel wat ik nou ga doen. Want Isabel die kwam keurig om 7:00. Nou ja, kwam. Geen huilen. Spelen. Krodderder. Dus ik werd er wakker van. En toen dacht ik, oké. Tijd om uit bed te gaan en op te staan. Maar wat ik altijd eerst doe, is naar beneden lopen om te plassen. Want ze hebben alleen maar beneden een wc. En dan ga ik mijn eten maken. En dan leg ik alles klaar dat ik dadelijk kan voeden. En dan loop ik terug naar boven om Isabel te halen. Maar toen liep ik haar kamer op. En toen lag me dan gewoon verder te slapen. Dus oftewel, deze moeder is al even wakker. En het kind slaapt gewoon nog. Had ik ook nog wel even kunnen blijven liggen. Zo, ik ga onderweg naar de sportschool. Ik heb trouwens dit shirt eraan. Het was eigenlijk een zwangerschapsshirt, want ik kijk direct echt vet goed mee. Maar na mijn zwangerschap heb ik die eigenlijk niet meer aangehad, omdat ik echt gewoon nog een buik erin had. Ja, nou ben ik nog steeds niet de slangste. Maar ik vind dat het nu heel goed gaat. Dus, toppie. Oh, die zagen jullie niet nog een keer dan. Toppie. Hi, geniet je lekker van een soepstengel? Geniet je lekker van een soepstengel? Nommie, 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 nommie. Ja, doe maar wel voor jou, hè. Ja, hè. Fijn, hè. Wat zou ik maar aan doen voor jou, schat? Wat zou ik maar aan doen met jouw knuffel? Zou ik maar een lintje eraan aan het maken? Zodat jouw speen niet iedere nacht gevonden hoeft te worden door papa en mama. Omdat hij ergens op de grond ligt of achter het bed haakt. Of... Ik kan me eigenlijk wel indenken, ja. Zo lief. Ja. En kijk, dat heeft ook maar gemaakt, hè. Dit eraan. Bij de Jumbo verkoop is het kant klaar. Zeg maar yay! Hey, opa! Opa! Oeh, opa, kille, kille, kille. Hey, en wat zag ik van de week? Kon jij staan? Ja, hè? Kon jij staan? Goed zo! Zo, hé. Knap, hè? Dat is knap. Het eten gemaakt van Isabel. Ik heb groenten gestoomd. Het is broccoli, wortel... bloemkool en gehakt. Gehakt die heb ik uiteraard niet gestoken, maar gebakken. En toen maakte ik op een gegeven moment de stoomdinges open. En er kwam stoom uit. En nu heb ik me verbrand. Auw. Ik heb het wel gekoeld, maar... Valt ook mee, want ik had echt het idee dat mijn hele onderarm auwie aan het doen was. Dus... Nommie, 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 nommie. Het is 1:00, ik kom net thuis van een verjaardag. Een goede vriend van ons die vierde zijn verjaardag. Maar volgens mij heb ik het helemaal niet verteld. Maar goed, ik kom dus net thuis. Het was echt heel erg gezellig. En Isabel die heb ik meegenomen. En die heeft daar lekker gewoon in een campingbedje geslapen. En het heeft echt super goed gedaan. Gelukkig, want mijn muziek stond echt heel hard en zo. Maar ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen. Als het niet werkt, kan ik altijd nog gaan. Het ging echt super goed. Dus ik ben echt heel trots en heel fijn. Dan kun je gewoon... heel blij. Want dan kun je er ook gewoon meenemen. En dan kan ze gewoon een campement slapen. En dat is gewoon prima. Dus dat is helemaal top. Ik ga in ieder geval nu wel slapen, want ik ben wel echt moe. Dus ik zie jullie morgen weer. Of ja, in deze vlog dan. Goedemorgen, het is zondag en Onen wordt hier een beetje gek. Het is de 27e en ons meisje is vandaag 8 maanden oud. Echt, waar blijft de tijd? Ik heb net foto's gemaakt met haar, met een milestone kaart. En ik heb volgens mij echt hele leuke foto's geschoten. En ik heb er lekker buiten in gezet op ons, hoe heet het nou, gymmatten. Wat ik van de week al liet zien. Van de week laat. Kijk, en daar heb ik haar tentje op gezet. Hi! Hallo! Want daarvoor was hij ook bedoeld, zodat ze lekker buiten kan spelen en dat het de ondergrond dak is. Oh, Dan, doe eens rustig! En dan kan Isabel lekker spelen en ze kan echt zelfstandig voor het blijven zitten. We hebben van de week al goed geoefend en nu valt het me echt op hoe lang ze ook gewoon blijft zitten. Word je toch al groot, Mop? Ben je omgevallen, Mop? Isabel, ben je omgevallen? Ja. En toen... Nee, Odin, niet kussen. En toen... Oh, ga je dan maar gewoon zo liggen. Denk ik, lig wel prima. Ik kijk net naar buiten en ik vind het steeds bewolkter worden. En ik dacht dat het super mooi weer zou blijven. Maar kijk, er komt echt gewoon vet veel regen aan. Even kijken. Daar op het hoogte... Wow, dat is echt, echt vet veel. Wow, dus het gaat er daar uit knallen.
En ik wilde eigenlijk zo de tuin doen. Dus ik ga even kijken wat ik nu ga doen. Ik ga jullie even omdraaien. Ik had er zo op gehoopt dat het zo mooi weer zou blijven. Ondertussen is trouwens Roy alweer weg. En die is vannacht weer thuis gewoon van het spelen. En die moest vandaag ook weer werken. En Isabel ligt lekker hier met de afstandsbediening te spelen. Oh, je hoort je naam en je draait je om. Als je mama zo hoort praten, weet je dat mama aan het vloggen is. Maar de afstandsbediening, jongen, echt. Dat is het speelgoed van de kleine meid. En ik ben nog steeds zo verkouden. Ik denk dat het komt door mijn airco. Ik heb er sowieso. Ik weet dat je officieel niet ziek kunt worden van kou. Dus airco of buiten. Of, maar dat er dan een virus in de lucht. En dat was zo, even opnieuw. Dat er dan een virus in de lucht hangt. En die door kou of zo ben je sneller vatbaar. Zoiets. Nou. Maar ik heb het, vind het wel altijd heel typisch. Dat ik altijd verkouden ben. Zodra er ook maar een zuchtje wind bij wijze van. Op mij staat. Ik heb er altijd super snel. Ik heb niet zo'n hele goede weerstand in dat opzicht althans. Ik zweet mij helemaal. Zo. Want ik heb dus net de tuin gedaan. En ik had er eigenlijk verder geen zin meer in. Het is veel te warm. Dus ik heb een groot deel gedaan, maar nog niet alles. Oké, ik laat er voor het eerst zelf boterhammetjes pakken. Nami, nami, nami. Het zit nog allemaal op je hand, schat. In je hand. Schatje. Je moet niet het bordje opeten. Nee. Oh, jongens. De verkoudheid wordt steeds erger, joh. Het is echt gewoon aan mijn stem. Ik heb net mijn neusspray maar weer gepakt. Want het zit echt helemaal dicht. Ik heb echt vet hoofdpijn nu. Oh, jongens. Ga zo over. Het is nou gewoon even super vervelend. Zoals trouwens net het onderweren. Maar echt heel hard regen. Zoals ik jullie straks dus zien dat. Dat is niet echt geweest zo. En dat kwam er ook weer heel lekker uit. Ik begin me ook gewoon echt helemaal niet zo lekker te voelen. Echt wel super vervelend dit. Ik heb net even mijn ogen dicht gedaan. Zo. Oh. Maar in ieder geval... Hij had wel iets zenuwmisselijkheid, maar niet tegen mijn keel blijkbaar. En mijn verkoudheid, hoewel die neusspray in ieder geval wel helpt. Maar, oh jongens. Daar misschien nog een keer een drankje nemen, want... Zo, ik heb net gedoucht. Ik dacht even stomen en even heet douchen en zo, maar... Helpt nog niet zo heel veel. Hi, het is vandaag maandag en mijn stem klinkt echt fantastisch. Het is overigens al 6:30 in de avond. Ik had vannacht echt geen tijd om te vloggen omdat ik Isabel echt weg moest brengen naar mijn schoonmoeder en alles moest pakken, et cetera. Dus ik dacht, nou ja, eens maak je zo. Ik heb ondertussen ook eens wel een opgave bij mijn schoonmoeder. Ik kom net thuis en het is echt vet warm. Ik ga kapot. Gooi ik hem zo ook thuis. Die was al onderweg naar huis van zijn werk. Kunnen we weer relax. Ik geef Isabel bij me pakken. Lekker knuffelen. Bye. Heb je het warm? Nee, dat lijkt me zo. Het was vanmiddag ook met 43 graden daar binnen. Oh, dus straks was het nog 36. Ja, maar nou vind ik dat warmer was. Oké. En over een uur was het nog warmer. Morgen was het 52 graden. Oké. Okay. Kijk eens wat er nu is. Is er om het rollen daar naartoe, hè? Ja. Nou jongens, ik ga een dongel installeren in mijn auto voor de ANWB Veilig Rijdenverzekering. Hij moet hier ergens iets. Ergens zitten, maar ik zou niet weten waar. Ja, dan blijf ik nog eens lezen. Moet ik dan iets openmaken? Dat lijkt er wel op. Nou. Ik ga de auto alleen voor de deur parkeren. Dan moet Roy daar maar even meekijken. Ah, hij heeft hem gevonden. Ik zet de man maar aan het werk, want ik snap er de ballen van. Goedemorgen. Het is dinsdag en het is heel erg warm. Ik wou zeggen, ga maar verder met drinken. Het is echt heel erg heet. Hoewel ik wel redelijk door ben geslapen en alleen maar om 5:00 wakker geworden. En toen sliep ik eigenlijk best vrij snel weer verder. Maar toen lag ik net zo heerlijk slapen, toen ging mijn wekker en toen dacht ik, I'm home! En we gaan eten. Hij heeft het warm.
Echt? Ja. Bloedheet, man. Niet warm, maar bloedheet. We eten dit. Ik weet nog niet wat het is. Het lijkt op rucola sla. Wat zou er allemaal onder zitten? Kwel. Nou, mama zit ook alleen maar onder kwel. Gewoon door blijven gaan, hè? Oh, zelf pakken, ja. Ik ben onderweg naar de sportschool. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin. Maar ik had eigenlijk de sport al in de auto liggen, zodat ik naar mijn werk wil gaan. Maar toen dacht ik, gaat het regenen, als het dan gaat regenen. Ik het voor de regen thuis en doe ik het liever dan straks nog door de regen. Maar goed, toen was ik thuis en dacht ik, ja, weet je, ik moet eigenlijk gewoon gaan. Dus ik heb eigenlijk geen zin, maar ik sleep me er maar gewoon naartoe. En ik ben onderweg naar huis vanuit de sportschool. Ik heb jullie een klein beetje meegenomen, maar het was niet geen ideale plek om de camera neer te zetten. Maar ik was zo nog te verlegen om zo open bloot vlas in te zetten. Dus ik had een beetje op een soort van verstopplekje, zeg maar. Dus ik heb in ieder geval 2 workouts gedaan van Fitbit. 1 voor de apps, maar die was echt vet vaag. Poeh, dus misschien wel heel erg goed. En 1 wat meer algemene, waar je verschillende spiergroepen mee traint. Dus ja, ik vind dat ik goed getraind heb. Nee, mijn nek. Asperges en zalm. Asperges en aardappeldingetjes. Isabel, vertel eens waar we zijn. Waar zijn we? We zijn bij de IJsselon. En Odin heeft net een oortje gekregen, maar die wacht op baasje. Op papa. Ja. Yeah. En wie komt er zo oppassen op jou? Oma. Papa en mama gaan naar Solo. Ja, we werden net gevraagd door Niek. Dus dan moeten we gaan. Nou, moeten we niet, maar dan gaan we snel. Dus moeten we heel snel dadelijk naar huis lopen. Ja. Yeah. En ik zweet omdat het zo warm is. We hebben heel snel een ijsje gehaald. En nu zitten we alweer in de auto. Onderweg naar Eindhoven, naar de bioscoop. Want we gaan dus naar Solo. Daar heb ik net ook al voor gesteld. Maar het was even een paar terugrennen. Maar even bij de IJsselon. Die mevrouwtjes waren echt vet lief. Want Odin die kreeg een horentje. Hij vroeg ook of Isabel een horentje mocht. Maar dat mag natuurlijk niet, want Isabel eet nog geen suiker. Of dat willen we nog niet, althans. Dus toen nog even gekletst. En toen heel snel terug naar huis. Maar oh jongens, ik zweet me te pletter. Normaal. Snel net wat anders aangetrokken, want mijn sportkleren. Zo, we zijn weer onderweg naar huis. Hij was leuk, hij was vet. Ik vond het vet. Ik vond ook wel dat ze goed zo, zeg maar. Ja, het is natuurlijk een voorgeschiedenis van Han Solo. En dat alles daar wel ook weer in terugkwam. En hoe is die Millennium Falcon? Ja, maar dat is het hele idee achter de film, Koeken. Ja, dat snap ik. Ja, maar ik bedoel, ik heb net niet zoiets van. Ze zijn iets vergeten, per se. Kijk, er zijn ook wel dingen die uitgespeeld kunnen worden, maar geen belangrijke details. Ja, ze zijn niks vergeten. Maar goed, heel eerlijk is, had hij ook niet heel erg veel voorgeschiedenis. Allemaal bij de eerste films geweest een beetje vaag gelaten. Ja, ja. Nee, dus ze konden er ook wel veel mee. Maar ik bedoel, de dingen die dan wel van hem weten kwamen, dan ook wel weer op terug. Oei, dat is natuurlijk het hele idee. Kijk, ik doe karate. Het hele idee achter een origin story. Yes. En goedemorgen, waarom zit jij hier nou weer binnen? Vlieg. Vlieg erop. Anyways, het is donderdag, de 31ste, laatste dag in mei alweer. Ik ga zo meteen even sporten in de sportschool. Even een trainingje doen. En verder heb ik vanavond etentje met collega's bij een collega thuis. En hebben we nog een verjaardag van een goede vriend van ons. Of nou ja, de best friend. En nou, wat we tussendoor nog gaan doen. Opruimen. Woehoe. Ik ben onderweg naar huis.
Oh, toch wel lekker om dan te trainen. Maar het is vaak gewoon even en naartoe. En weet je wel. Maar dan ben je klaar of dan ben je bezig. En dan denk je, oh ja, dat is wel lekker. Dus. Maar een beetje jammer dat ik nu naar huis loop. En het begint echt gewoon te druppen. En niet kleine druppjes, maar best van die dikke grote, weet je wel. Dat verschil is er. Ik weet niet of jullie dat ook kennen, maar dat heb ik tenminste altijd. Oh, en ik heb echt honger als een paard. Dus ik heb hoor net een berichtje gestuurd of je iets wil klaarmaken. Maar volgens mij heeft hij nog niet gelezen. Dus ik denk dat ik pech heb. Of hij leest het bewust niet. Dan heeft hij het wel al op zijn scherm gezien, maar nog niet geopend. Sneaky. Best husband ever. Hij maakte mijn eten. Maar ik was al aan het eten, want ik had dus zo'n honger als een paard. Dus vandaar dat het er nu zo rommelig uitziet. Wat ben je allemaal aan het doen, pop? Wil je naar de tafel toe? Ze lacht zeg maar net hier zo bij mij. Hey, die lachen. Hi. Hallo. Pop. Oh, ga je push-ups doen? Ga je push-ups doen? Oh, jij komt er ook even bij. Hi. Ik heb net even gedoucht en omgekleed. En ik ga zo weg naar een etentje met mijn collega's. En zorgen dat ik in de camera kijk. Mijn haar is nog aan het drogen aan de lucht. Ik denk dat ik toch even met de föhn overheen moet. Anders is er straks denk ik helemaal. Dus. Goed. Zijn jullie er op de hoogte? En toen was het alweer vrijdag. Ik heb gisteravond niet meer gefilmd. Omdat ik dan bij collega's ben op een verjaardag. En er zitten natuurlijk een hoop mensen die ook niet in beeld willen. Dus dacht ik, nou ja, dan film ik maar niet. Dus was een vroegtijdige stop van de donderdag. Ondertussen is het dus vrijdag. Ik kom net bij de tandarts vandaan. Ja, ben wel goed gekeurd. Moet alleen iets beter nog ragen tussen de tanden. Vanwege het tandvlees is wel belangrijk. We hebben bezoek. Er zit hier gewoon een slak op onze deur. Sorry, ik vind het... Nee, niet doen! Gek! Ga je bijten? Nee, hij bijt helemaal niet. Hij beweegt! Dat is echt ranzig. Niet waar. Slak met huisjes en niet vies. Naakslak is een vies. Yo, daar, ik trek hem uit zijn huisje. Germ, dat is echt zielig. Ja, moet hem laten zitten. Dan komt hij dus briefjes naar binnen. Ah! Kijk dan, je ziet nou, ik heb zijn stekeltjes eruit getrokken. Of ja, nou ja, niet zijn stekeltjes, maar... Oh, dan ga ze in je mand. Hup. Ik heb hem uit zijn huisje getrokken. Moet je wel even scherp stellen. Eeuw. Kijk, die stekeldingetjes, horentjes. Nee, voelsprietjes. Ja. Daarmee doet hij kijken en voelen waar die is. Ja. Maar hij laat niet los? Nou, ik had het idee dat ik hem uit zijn huisje aan het trekken was. Ja, dat doe je ook. Zie je ook, hè? Maar kijk dan hoe plat. Kunnen we niet iets met een kartonnetje zo... Ja, een papiertje. Schapen. Wat voelt hij? Hij komt er heel langzaam overheen. Maar moeten we op. Dag slak. Dag slakje. Kijk de sushibol. Ik denk ik laat jullie een keer zien hoe het eruit ziet als je niet groeit. Want elke keer zien jullie hem alleen als ik gegroeid heb. Dus ik dacht, laat het hem zo een keer zien. En het is echt heel erg lekker. Dus ik ga niet roeren. En dan ga ik eten. Ik heb er echt zoveel zin in. Nou jongens, het is 10:30 geweest en ik heb net nog even 20 minuten gehoepeld. Want het was al even geleden dat ik had gehoepeld. Ik weet eigenlijk niet of ik jullie die blauwe plekken heb laten zien die ik ervan had gekregen. Want als je dus gaat hoepelen met zo'n fitnesshoepel. Zo, dat zit ook niet lekker. Maar in ieder geval, als je gaat hoepelen met zo'n fitnesshoepel waar van die ja, ribbels zo in zitten. Of in mijn geval dan massageknoppen. Of ja, zoiets. Ja, massageknoppen. Daar kun je gewoon helemaal... blauwe plekken van krijgen. Ik had echt zulke blauwe plekken op mijn heupen. Die zijn ondertussen weer zo goed als weg. Maar toen had ik, ja, hoe heet dat ding eigenlijk? Een taaienband erbij. En die is dan ter bescherming dus. Maar dat zou dan ook vanwege de warmte die er
komt op je lichaam dan ook beschermen. Meer beschermen tegen blauwe plekken. Nou, het doet in ieder geval een stuk minder zeer. Ik weet niet of dat komt omdat ik er nou meer aan gewend ben. Of dus door die band. Ik denk door die band. Maar dat is wel aan te raden. Dus als je wilt gaan hoepelen om zo'n band even erbij te bestellen. Ik ga deze vlog in ieder geval even afsluiten. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je de vlog leuk vindt. En laat me hieronder bij de comments even weten wat jij het leukste moment vond van deze vlog weer. En dan hoop ik jullie volgende week natuurlijk weer te zien.